afscheid van Toos heb ik gehad. Wat een naar gevoel. Voor de reden en nu ben ik fris te bellen met Rick, Jasmijn. Word ik ook weer met wie. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, net gedoucht. Want ik heb sowieso even iets belangrijks te bekijken. Dat is afscheid van mijn oude oppas die vandaag wordt afscheid genomen. En wat is het raar eigenlijk als ik nu zit te bedenken. Ik voel het nou dat het wel best wel dichterbij komt dan ik had verwacht. Ik dacht, weet je, het is zo en klaar. Maar nu voel ik dat het alleen maar dichterbij komt. Vooral vandaag om afscheid te nemen van mijn oude oppas Toos. Voor mensen die helemaal niet weten wie Toos is. Toos was hele vroege oppas van mij. Ik was toen een uur of 5 of 6 jaar oud. Toen ging ik altijd naar oppassen. Omdat ik uit school kwam. En die kreeg ik. En een daarvan was Toos. Ik heb nog een andere oppas. Heb ik ook nog contact. Sommige. En ja. En op een moment hoor je dat ze overleden is. Ja, raar gevoel. En ik krijg reactie binnen. Ik zit bij de app van de uitvaart van Toos en daar wordt soms gereageerd. Het is heel anders dan normaal door deze toestand natuurlijk. Ja, je mag niet veel mensen uitnodigen. En daar wordt een livestream in. Dan ga ik livestreamen ook wel privé. Dat wil ik gewoon voor mezelf. Dus vandaar. Dus en ik ga maar afwachten wanneer dat uitvaart, wanneer ik alles is. Afscheid van Toos heb ik gehad. Wat een naar gevoel is dat. Wat ik ook snel ga doen is. Ja. Heel apart. Ik heb wel eens livestream. Ik heb wel traantjes lopen laten. Van een herinnering wat ik had. En een laatste moment verhaal. Ja, heel raar apart gevoel. Net zoals een liedje van. Heel apart gevoel van binnen. En vooral raar om dit tijd. En ik heb gewoon livestreams zitten kijken. Het was ook gewoon livestream en heb ik meegekeken. Heel raar gevoel. En er waren mensen die ik in gewoon woordje had, de woordjes al gehoord had. En dan schrok en dan ging ik ineens traantjes laten van ja, zo was Toos. Zo zat Toos in elkaar. Ja, dat is een heel raar gevoel. Ja, en dan is het zo'n moment niet meer. Net met de groep gegeten. En was super leuk. Lekker eten. Dit is een beetje recept van mijn vriendin Sanne. Maar ook wat anders tussendoor. Broccoli. En nog iets. Maar ik weet niet meer wat. Maar was wel ongelooflijk wel lekker. Maar toch vind ik het recept van mijn vriendin Sanne het lekkerste wat er is eigenlijk. En ik ga nu dadelijk even lekker ook Sanne even bellen. Over de situatie van Toos. Ik heb voordat ik ging eten heb ik het erover gehad. Maar daarna even een beetje bijkletsen over alles en nog wat. Dus. En ja. Nu maar even dadelijk opbellen. En even lekker eten laten zakken van net. Dus laten we dat ook even doen. Want er is het pokus benauwd weer gewoon. Echt 30 graden. Ja. Zie je lekker om door buiten te lopen, zeg ik, kan ik heel veel zeggen. Ik heb eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik heb even mezelf op zen gezet. Voor de reden en nu ben ik even zitten bellen met Rick, Jasmijn. Wat ik ook weer met wie heb zitten bellen is met Sanne, wat ik al zei. En persconferentie gekeken. En ik vind verwarrend, raar, apart wat er eigenlijk uit is gekomen. En wat ook is. Ongelooflijk benauwd hier in huis. Het is hier gewoon 26 graden in de jaar zo. 26,5 graden. Ongelooflijk benauwd. Toen had ik een zonnescherm naar beneden gedaan. En dan kan ik ook nog wel laten zien wat ook nog meer is. Is kachel uit. Zie je? Helemaal uit. En dan geeft hij nog steeds dat 26 graden hier in huis is. Echt ongelooflijk bizar gewoon. Echt. Benauwd. Maar ja, ik kan niet anders. Ik moet ermee doen. Ventilator heb ik aanstaan.
ventilator bij mijn bed heb ik ook aanstaan. Dat is lekker, in ieder geval cool. Maar als ik echt onder in de woonkamer ga lopen, heb ik benauwd. Al ga ik bij de ventilator zitten, heb ik lekker cool. Dus ik moet gewoon bij de ventilator zitten, anders is het niet te houden hier in mijn huis. Zo erg warm is het hier zo. Maar ja, het is al bijna over 3:15 alweer. Lekker radio aan het luisteren en veel lopen bellen. Dat is het enige wat ik veel heb gedaan. En een persconferentie, wat ik al zei. Ik ben trouwens zo benieuwd naar hoe gaat deze warmte nu gaat. Qua dat het nu nog warmer is dan gisteren natuurlijk. Of ik wel kan slapen. Ik ben benieuwd naar. Ik kan nu niet slapen. Ik ben nu klaar wakker. Terwijl ik wil eigenlijk naar bed wil gaan. Om lekker in bed te slapen. Ik ga gewoon nu dadelijk proberen. En ik zie wel. Dus wat ik ga doen is lekker dadelijk mijn bedje in. En dan lekker slapen. Ik weet niet wat Ganja gaat doen. Hey Ganja. Wat ga jij doen? Ga je ook slapen? Je zit al zat vanochtend en dan gisteren. Helemaal te mouwen. Hé, Ganja? Ik zat even bij zijn pootjes te kijken, want ik zag dat zo'n plukje, pluisje aan zijn nagels zat. Die heb ik even eraf gehaald. Dus ik weet niet waar het door komt, maar ja. Het zal wel. Hé, Ganja? Grote boek van me. Hé? Hey. Ja. Ga je likken, jongen? Ga jij lekker likken? Ga jij lekker likken? Ja? Maar ja, ik ga nu lekker klaarmaken om naar bed in te gaan. Ik denk dat morgen ook ongelooflijk super warm gaat worden. Morgen wordt het al 31 of 30, één van twee. En morgen komt wat anders leuks. En natuurlijk, misschien weten jullie dat al. Teambellen, net even anders. En ja, ik heb er nu al zin in om dat te bellen. Ik zit lekker bij, dus ik ga nu gezellig gesprekje houden. En dan kan je ze meer weer te likken. Hey Ganja. Dat is zo raar eigenlijk gevoel, hè? Als katten je likken. Zo ruw voelt het. De ruwe tong hebben ze. Zo apart gevoel. Dan vraag ik af, hoe kon dat? Zou het door de drinken zijn? Dat ze makkelijk kunnen drinken? Omdat er meer drinken binnenkomen? Hé, hey Ganja? Ik vraag me zo af. Laat even weten in de reactie of jullie dat ook weten. Waarom heb katten ruwe tong? Ben ik zo benieuwd naar. En ga ik nu even lekker een bedje in. En dan lekker slapen. Hé, hey Ganja? Ga je ook slapen? Hé. Hey. Ga je ook slapen? Jij? Dus nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het super tof zijn als je hier beneden abonneert. Zeg ik alvast veel kijkers in groen heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik heb nou gehoord gekregen wat het slechte nieuws was. Wat is het slechte nieuws dan geweest? Mijn oude oppas Toast, die is al ooit in een vlog gekomen. En dan ging het daarvoor.